Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veelproducten laten zien van maart en april. Het mandje zit helaas best wel vol. Dus ik ga je laten zien welke producten ik dus niet fijn vond van maart en april. Dus mocht je benieuwd zijn welke producten ik zeker niet zou aanraden, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Om te beginnen heb ik de Wear It Nude Under Eye Cushion Concealer. En dat is deze. Die is van het Kruidvat merk. Ik heb deze in de lichtste kleur. Dit is 0010. Het is ook de kleur light. En hier zit cafeïne extract in. Het is dus zo'n concealer die heel erg geschikt is voor onder de ogen. En dus werkt met zo'n sponsje. Wat je bij andere concealers ook wel eens ziet. Het product komt eruit als je eraan draait. En dan zal ik hem gelijk even swatchen. Op zich brengt hij goed aan. Het product komt er goed uit. Maar kijk even naar die kleur. Ik zal hem even swatchen. Dit is de kleur light. En ik vind hem erg donker ogen, de kleur light. Ik had echt verwacht dat hij echt lichter zou zijn. Waardoor deze kleur eigenlijk echt te donker was voor onder mijn ogen. En een lichtere kleur dan deze was er ook niet. Dus dat viel me een beetje tegen, dat die kleur nog zo donker was. Dus daarom vond ik hem niet zo fijn. Want op zich is het wel gewoon een concealer die fijn aanvoelt onder de ogen. Je kunt hem goed inblenden uiteindelijk. Ik moet wel zeggen, hij zou ook wat oplichten onder de ogen. Dat zag ik niet. Ik heb ook niet het idee dat hij bijvoorbeeld wallen of zo wegwerkt. Maar de kleur was gewoon echt te donker. Dus daarom vond ik hem helaas niet zo heel erg fijn. Dan heb ik nog twee Marbleicious Lip Balms. Die heb ik een keer bij de Action gekocht in een peach variant. Dat is deze en een nude variant. En deze zouden dus ook een lichte kleur achterlaten op de lippen. Ze hebben dus zo'n huls die gemaakt is van karton. En dan is dit de nude variant. Die dus inderdaad er ook echt wel Marbleicious uitziet. Alleen, je zag echt geen kleur. En ik heb een andere kleur. Ja, met zwartje zie je hem heel licht. Ik heb een andere kleur geprobeerd. Die zag ik dan wel. En deze kleur, die gaf niet echt veel kleur af. Dat vond ik heel erg jammer. Ik zal ook even de peach variant laten zien uiteraard. Die ziet er dan zo uit. De huls is verder hetzelfde. En dit is dan deze. Hij ziet er best wel donker uit. Maar met aanbrengen, je ziet het gewoon bijna niet. Het is echt te licht. Waardoor ik ook niet echt het gevoel had dat er heel veel voeding van afkwam. Dus dat vond ik een beetje jammer. Dit zijn de swatches. En dan zie je eigenlijk al dat er van de kleur bijna niks te zien is. En dat vond ik jammer, want dat vind ik juist altijd wel leuk als er ook echt wat kleur afkomt. Zodat je ook gewoon duidelijk hebt van, nou, hè, dan weet je dat het eigenlijk best wel goed werkt. Dan heb ik hier het Catrice Blossom Glow Eye & Cheek Palette. En dat is deze. Het is dus een palette met vier kleurtjes oogschaduw, een highlighter en een blusje erin. De binnenkant ziet er ook best wel mooi uit. Kijk. Spiegeltje erin. En nou, de blush en highlighter, daar had ik eigenlijk niks op aan te merken. Die vond ik echt wel heel erg mooi. Die heb ik hier ook even geswatcht. Zoals je kan zien, die zag ik mooi terugkomen op mijn gezicht. Alleen de oogschaduw was ik niet tevreden over. Dus daarom was het ook een beetje lastig van, oké, waar ga ik dit palette nou instoppen? Want de oogschaduw, die zag je gewoon bijna niet. Met swatchen zie je hem nog aardig. Maar op mijn ogen kwam het gewoon niet tot z'n recht. Ik zag gewoon bijna niks van die ooglook terug. Ik vond het te zacht. Ik kon de kleuren niet opbouwen. Raar dat het dan met swatchen er zo intens uitziet. Maar op mijn ogen was het zo teleurstellend. Dat het niet een palet was waarvan ik dacht, dat is heel erg handig. En waardoor ik eigenlijk een klein beetje teleurgesteld was. Nogmaals, de highlighter en blush, die vond ik echt heel mooi. Maar alleen de oogschaduw vond ik dus geen succes. Dus nee, daarom heb ik hem toch maar bij de niet fijne producten gedaan. Dan heb ik ook een aantal nagellakjes. En dan begin ik even met een glitter topcoat van Essence. Deze komt uit de So Mesmerizing Trend editie. Dat is deze. Hij heeft vast ook een naam gekregen. 01 Believe in Mere Magic. En het is wel een hele schattige topcoat.
Hij ruikt ook heel erg lekker na vanille. Dit is het korstje. Je ziet heel goed de glittertjes erop zitten. Ja, zo als je er ruikt, ruik je gewoon echt nagellak. Maar het is echt een lekkere vanillegeur. Alleen ik had deze aangebracht. En nadat ik deze had aangebracht, sleet de nagellak er zo hard af. Het leek wel of die in zo'n laagje achterliep dat je op een gegeven moment het eraf kan pulken. Ken je die nagellak? Je hebt ook wel eens van die... van die base coats, die kun je dan aanbrengen. Die hebben zo'n peel-off effect. Nou, dat leek bij deze topcoat ook. Waardoor ik op een gegeven moment gewoon echt... Wat ik nu op heb, als ik hier zo'n laagje op zou doen... Dan vliegt die hele nagellaklaag vliegt er gewoon zo af. Dus daarom vond ik hem niet zo heel erg geschikt. Omdat je gewoon mijn nagellak, die vloog eraf. Dus dat vond ik gewoon niet zo heel erg handig. Dan heb ik twee nagellakjes van Catrice. Deze komen uit de My Jewels My Rules collectie. En dan heb ik hier allereerst de C01 Lime Divine. Het is een hartstikke leuk groen kleurtje. Echt niks op aan te merken. Ik zal hiervan even het kwastje laten zien. Maar ik vond dat hij niet zo mooi aanbracht. Want je zag hele witte plekken door mijn nagellak heen. Waardoor de kleur dus minder intens werd. Nou zou je het natuurlijk kunnen oplossen door er een witte basislak onder aan te brengen. Maar omdat ik het toch op dat moment wil testen hoe het is als je dat niet doet. Zag je veel te veel van je eigen nagel er doorheen. En bracht hij heel raar aan. Waardoor je heel erg streperig effect kreeg. En dat vond ik gewoon niet mooi. Dus vandaar dat ik hem helaas niet fijn vond. Dat geldt hetzelfde voor dit roze kleurtje. Die heeft de naam C04 Iconic Nude gekregen. En ook deze die bracht zo streperig aan en eigenlijk niet mooi. Waardoor het er eigenlijk niet uitzag op de nagels. Je eigen nagel kwam er een beetje doorheen. Hoe meer laagjes je aanbracht, hoe streperiger het werd. Dus het pigment in die nagellakjes is gewoon een beetje te matig. Waardoor je gewoon eigenlijk een heel streperig effect kreeg. En dat vond ik zelf niet mooi. Ook nog uit die collectie heb ik twee lipglazes. En die heb ik dan in de C01 Lime Divine. Dat is deze, de groene kleur. De hulsen zien er werkelijk waar prachtig uit. Ze hebben een hele lekkere geur. Dit is de applicator. Het ruikt echt heerlijk. Alleen, je zag er niks van terug bijna op de lippen. Ja, het werd een glansje, meer niet. Weet je, ik had gehoopt dat er echt wat kleur van afkwam. Het werd meer transparant. Dat was in ieder geval bij deze zo. En hetzelfde gold eigenlijk ook voor deze variant. En dat is de... even kijken naar de naam. C02 Apricot Crush. En ook deze ruikt hartstikke lekker. Ze hebben overigens allemaal dezelfde geur. Maar als ik hem dan vergeleek met de andere kleur die ik testte, die was lekker donker. En deze vond ik gewoon te licht, waardoor ik het effect op mijn lippen niet zo heel erg leuk vond en gezellig. Dus nee, ik vond deze helaas ook niet zo heel erg fijn, gewoon omdat er geen kleur van afkwam. Want ja, als ik iets transparant wil, kan ik ook wel een transparante lipgloss opsmeren bij wijze van. Ook nog uit de zo'n Mesmerizing line heb ik het Eye & Highlight Glaze paletje. En dat is deze. Deze heeft de naam 01 Your Mesmerizing gekregen. Het is dus een highlighter balm. En hier zitten shiny powder parels in. Die kun je dus gebruiken voor je ogen en je gezicht. Nou, het ziet er prachtig uit. Daar kan ik niks anders van zeggen. Het ziet er echt heel mooi uit. Ga ik hem dan zwartje, wat ik nu probeer, is het resultaat zo matig. Ik heb hem hier aangebracht. Je ziet hem heel licht. Op mijn gezicht zag ik hem gewoon niet. Hoeveel lagers ik ook aanbracht, hij kwam gewoon niet tot zijn recht. Ik dacht echt, wat ben ik hier aan het opsmeren? Het werkt niet. Je zag het niet. En dat vond ik echt heel jammer, want ik hou gewoon van een highlighter die je goed ziet. Dus helaas was dat ook geen succes. Bij de Action kocht ik zo'n anti-fritstick. En dat is deze. En deze kun je dus gebruiken als je haar dus heel erg uitsteekt. Dan kun je dus met die stick eroverheen en dan zou het blijven zitten. Je kunt ze ook nog eens gebruiken voor je wenkbrauwen. Nou. Ik vond dit wel interessant, want ik dacht, ik heb heel vaak hier van die babyhaartjes die dus niet bij mijn
haar in willen. Dus ik dacht, als je dit kunt gebruiken, dat is fantastisch. Zo ziet het eruit. Dit is dan de stick. Op zich prima. Alleen, het heeft dus gewoon een borsteltje van een mascara. Nou, op zich, ik had misschien een iets ander borsteltje verwacht. Ik had niet verwacht dat er een mascara borsteltje bij zou zitten. Het product ruikt ook niet heel lekker, moet ik zeggen. Maar ik ging dit dus gebruiken en ik trok mijn hele haar hiermee los. Want dit werkt gewoon niet om met zo'n mascara borsteltje over je haar heen te gaan. Want mijn haar die ging alle kanten op en ik kreeg het niet in model. En uiteindelijk bleven die haartjes hier nog hangen. Dus nee, ik kreeg mijn haar hier niet mee in shape. Misschien komt dat toch omdat mijn haar te dik is. Ik kreeg het in ieder geval niet voor mekaar. Dan zou ik hem voor de wenkbrauwen zeker kunnen gebruiken. Maar ja, ik had hem echt gekocht voor dat haar. Bij mij werkte het niet helaas. Dus dat vond ik wel heel erg jammer. Want het was natuurlijk een hele leuke uitvinding geweest. Maar helaas was het voor mij niet werken. Dus dat vond ik wel heel jammer. Dan heb ik van Essence een Juicy Bomb Shiny Lip Gloss en dat is deze. Dat is die zwarte variant. Dit is de 13 I'm Allergic to Color. Het is een lipgloss en ik had hier iets meer van verwacht. Hij is niet plakkerig, dat is wel handig. Dit is de opening en toen ging ik hem aanbrengen. En hij ruikt wel super lekker hoor, hij ruikt heel fruitig. Toen was dit het resultaat. Nou, een beetje semi-transparant zwart. En ik ging het aanbrengen op mijn lippen. Maar ik vond hem gewoon niet eraf spatten. Ik vond hem niet shiny of wat dan ook. Ik vond het er eigenlijk gewoon niet uitzien. Nee, het was meer dat ik iets... Het leek meer alsof ik wel iets had aangebracht. Maar je zag het gewoon bijna niet. En weet je, als die... Dat hij gewoon transparant is, dat is prima. Hè? Want je hoeft ook niet per se zo'n hele zwarte laag op je lippen. Maar het was dan toch leuk geweest als hij echt daadwerkelijk gewoon goed glansde. En dat deed hij niet, dus daarom vond ik hem helaas niet fijn. Misschien dat die andere kleuren beter zijn, maar ik vond dit in ieder geval geen aanrader. En ik had er toch iets meer van verwacht, maar totaal geen glans voor mij. Dus nee, ik vond hem niet fijn. Dan ben ik toe aan het laatste product. Er zat toch ietsjes minder in dan ik dacht. En dat is een oogschaduwpalet. En dat is het Electric Rose Eyeshadow Palette van Catrice. Dat is deze. En Catrice zegt dan zelf dat hier 8 soft, long-lasting, matte en metallic oogschaduwkleuren in zitten die heel intens zijn. Nou, het paletje ziet er verder hartstikke leuk uit. Dit is hem. Het zijn leuke kleuren, althans ik hou ervan. Als je er niet van houdt, ja, dan is het natuurlijk al heel snel dat je denkt van... Nou ja, het zal wel, weet je, ik vind het niet zo heel interessant. Je ziet ook inderdaad echt die finishes wel verschillend. Maar dan is dit de pigment. En dan zie je dat deze kleuren super intens zijn en deze worden al minder. Nou, ik ging er heel blij mee aan de gang om een ooglook te maken. Ik vind het altijd leuk met een oogschaduwpalet, wat ik nog nooit heb gebruikt. Hè. Leuk een ooglook te meemaken. Maar het viel me toch tegen wat er afkwam. Gewoon het pigment was er gewoon bijna niet. Het was heel zacht. Ik dacht echt, nee, dit is niet wat ik ervan had verwacht. Misschien had ik te hoge verwachtingen. Maar het was niet. Ik werd er niet zo blij van, helaas. Ik had er toch echt meer hoop van. En dat gebeurde niet. Dus eigenlijk doordat het pigment niet zo aanwezig was, was ik toch een beetje teleurgesteld in dit palette. Dan waren dit mijn veel producten van maart en april. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij dus een van deze producten hebt gebruikt. En of dat jij misschien wel heel tevreden was over deze producten. Of misschien ben je naar aanleiding van deze video alsnog benieuwd geworden naar een van die producten. Dat je denkt, ik zou toch zelf eens willen testen hoe het voor mij bevalt. Ik zou het in ieder geval niet aanraden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!